Welkom bij een nieuwe video van het Off-Grid Centrum. Mijn naam is Nander en in deze video wil ik het met je over hebben waarom ik denk dat het een slecht idee is om accu's nog in serverkasten te plaatsen in 2025. Deze video gaat denk ik mega interessant zijn voor mensen die zelf een thuisbatterijinstallatie willen doen of mensen die professioneel thuisbatterijen installeren. Wij van het Off-Grid Centrum zijn natuurlijk distributeur van de producten van Victron, maar we zijn ook bijvoorbeeld hoofddistributeur van het merk Voltsmaal, wat de accu's maakt. En wij leveren aan installateurs door het hele land, van Zeeland, Limburg tot aan Groningen, leveren wij Victron producten, accu's, leveren allemaal voor dat hun installatie kunnen doen. Maar ook wij zelf hebben nog een eigen installatieteam en servicepartners om onze installateurs te ondersteunen. Maar we doen zelfs ook nog particuliere installaties. En doordat we die installaties nog doen, hebben we een goede feeling van wat hebben installateurs nodig, welke dingen kunnen efficiënter. En wij hebben daar in het afgelopen jaar een mega verandering doorgemaakt. En dat zal ik je zo eens even laten zien. Voordat ik je ga laten zien hoe we het nu doen, wil ik je eerst nog even stilstaan bij hoe we het dus voorheen deden. Zodat je even kunt zien eigenlijk hoe onhandig dat eigenlijk is. Nou, en dat deden we dus met zo'n standaard serverkast als deze. Nou, dat zijn eigenlijk prima serverkasten. Maar ja, er zijn toch wel wat dingen die een installatie best wel wat moeilijker maken. En dat zal ik je even laten zien. Ik doe de kast even open. Het eerste wat eigenlijk opvalt aan de kast zijn natuurlijk de twee accu's. De US2000C van Pinontech in dit geval. Tegenwoordig zie je ook vaak de US3000C, US5000C. Zijn eigenlijk accu's waar wij niet meer mee werken. Nou, waarom niet? Een van de belangrijkste redenen was ook wel dat ze afhankelijk zijn van dit soort serverkasten. Die serverkasten zoals deze, de eerste wat je eigenlijk ziet naast dat je de accu's ziet, is het kabelmanagement. Je ziet hier, deze kast was groter, dus hier zitten wat extra kabels bij. Die staat eerst wat meer accu's in. Maar je ziet dus de kabelmanagement. Nou, dat kan ook natuurlijk mooier en met tie-ripjes. Maar je moet wel de kabels hier aan de voorkant van de accu's maken. Je moet de accu's goed met elkaar doorlinken. Je mag ze niet recht verbinden. Je moet een kabel onderste accu en een kabel op de bovenste accu, zodat die afgaande kabels goed zijn. Je hebt nog communicatiekabels tussen beide accu's. Al met al moet je best wel wat kabelmanagement doen en ook goed opletten. Want het is ook belangrijk dat je bijvoorbeeld niet de afgaande kabels alleen op de bovenste accu doet en niet op de onderste. Want dan krijg je onbalans tussen de accu's. Dus dat is allemaal niet ideaal met dit kabelmanagement. Nou, dat is één belangrijk ding. Je kunt dus veel minder fouten maken met onze nieuwe oplossing. Hier kan het nog wel eens fout gaan, vooral als mensen zelf installatie doen of installateurs die voor het eerst met batterijen gaan werken. Maar eigenlijk nog een veel groter punt zijn eigenlijk hier de beugels die je in de accukast moet plaatsen. Nou, accu's hebben verschillende diktes. De US2000 is relatief dun. De US5000 is weer een keer zo dik. En die moeten allemaal op een bepaalde hoogte in die kast komen. En dan heb je dus hier aan de achterkant heb je hier van die clipjes. En die zitten los. Ik kan even een eentje pakken. Dus je hebt het clipje en je hebt het schroefje. En het clipje maak je dus hier achter de rail. En die moet je op de juiste hoogte klikken. En dan doe je dus het schroefje aan de voorkant erin. Zo zet je de accu vast. En alleen aan de voorkant kan de accu natuurlijk niet vastzitten. Dus je moet ook altijd nog zo'n beugel plaatsen. Dus je bent gewoon meerdere uren kwijt met alleen maar de accu's in de kast plaatsen. Aarding er nog bij, het hele verhaal ben je die tijd gewoon kwijt. Zijn deze serverkasten dan slecht? Nee, helemaal niet. Het zijn prima kasten. Maar werk jij professioneel met accu's? Wil je vaak meerdere batterijsystemen gaan plaatsen? En is tijd jou ook kostbaar? Dan zijn het betere oplossingen. Dus daarom wil ik je graag meenemen naar een mooiere en geschiktere oplossing. Ik heb er genoeg over gepraat. Laten we nu eens gaan kijken hoe onze installateurs nu te werk gaan. Nou, we hebben hem uit de doos en dit is hem, serverkast 2.0. Nou, dit is dus de Voltsmaal RPC serverkast. En nou, het eerste wat opvalt, gelijk Rapid Connection Bus System. Nou, dat is eigenlijk ook gewoon wat deze kast echt onmisbaar maakt ondertussen voor ons. Is dat hij gewoon een snel kliksysteem heeft voor accu's. Ik ga zo ook even twee accu's installeren om je even te laten zien hoe snel je de installatie kan uitvoeren. Een paar dingen die ook verder opvallen aan de kast is. Geperforeerde voorkant. Bij andere serverkasten betaal je daar vaak extra voor. Zit hier inbegrepen in de kast. Ook aan de bovenkant. Hier zitten de borstels bij de oude serverkast. Die moet je er vaak los bij kopen. Hier aan de bovenkant mooi egaal en dicht. En hier aan de zijkant kun je hier aan beide kanten, zowel aan de boven als aan de onderkant, heb je hier een veilige kabel doorvoeren, zodat het niet snijdt in de kabel. Kun je opensnijden, kun je de kabels doorheen voeren. En ik zeg
kabels, maar eigenlijk hoeft er maar één kabel doorheen te gaan. Bij elke kast wordt namelijk een eigen kabelset geleverd. Dus de kabels horen niet langer bij de accu's, maar de kabels horen bij de kast. Ik ga je laten zien hoe het werkt. In de doos zie je dus de RPC kabelset, die hoort dus bij de kast. En je krijgt er twee communicatiekabels bij, hè, voor de meest voorkomende omvormers, hè, zoals onder andere Victron. En daar kun je dan de accu's mee verbinden. Hoe werkt die RPC kabelset? Daar zit dus een snelconnector bij, dat is deze. En als we dan een kijkje nemen onder in de kast. Ja, jongens, hier, pak dat mesje in. Dus je pakt dus, hè, je hebt een 2 meter lange kabelset, 70 kwadraat tot 350 ampère. Kan deze belast worden en deze gaat hier onder in de kast en die doe je in de snelconnector. Zo, de snelconnector zit nu onder in de kast, kan dus 350 ampère, kan er maximaal door deze 70 draad kabels, hè, dus per kast. En je ziet, de kast is uitgebouwd uit 6 modules. Die zijn al helemaal voorbereid voor de Voltsmaal accu. Dus het enige wat ik hoef te doen is de accu's erin te schuiven. En als je dan achter in de kast kijkt, dan zie je daar dus de busbar lopen. En dan zie je daar dus de snelverbinder. Daar zit die achterin. Dus er zitten helemaal geen kabels aan de voorkant van deze serverkast. Want alles is geïntegreerd in de busbar achterin de accu. Het is gewoon klik, klik, klik. Niks, geen kabelmanagement aan de voorkant. Gewoon één kabel onderin de kast. Die via de zijkant eruit. Door de bovenkant of de onderkant haal je hem eruit. En verbind je met bijvoorbeeld je Victron systeem, met de zekeringhouders. Maar dan ben je gewoon helemaal klaar. Nou, dan zal ik je nu laten zien hoe makkelijk de accu's in de kast gaan. Het makkelijkste is om dit met 2 personen te doen. Die accu's zijn toch ongeveer 45 kilo stuk. Dus met 2 handmensen tillen maakt het wel een stuk makkelijker. Yes, de accu's zitten in de kast. Zo makkelijk gaat dat. Nou, het enige wat we nu nog hoeven doen is de schroeven hier aan de buitenzijde van de accu te bevestigen, zodat de accu goed in de kast zit en dat de batterij een goede verbinding maakt met de connector achterin de kast. Nou, we hoeven geen kabels meer onderling tussen de accu's te doen. Het enige wat we nu nog hoeven te doen is in de bovenste accu de kambeukabel aansluiten op het Victron systeem. En dan is eigenlijk de installatie van de accu's helemaal klaar. Nou, zoals je gemerkt hebt, ben ik super enthousiast over onze Voltsmaal RPC accukast. Hij bespaart ons ontzettend veel tijd bij de installaties. Ben jij nou ook enthousiast geworden van deze video en ben je een installateur die je installatietijd wil verkorten? Of ben jij iemand, een woningeigenaar, en wil jij ook zo'n mooie accukast in huis? Neem dan even contact op. Ik heb hieronder in de bio heb ik wat linkjes staan. Dan kom je direct op de juiste plek. Mocht je verder nog vragen hebben over deze accukasten, over de Victron systemen, over de accu's, dan staan ook ik en mijn collega's voor je klaar. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.